Hallo kijkers van het Meerbeek YouTube filmkanaal. Vandaag zijn Rocco en ik samen naar Düsseldorf afgereisd. En waarom zijn we hier naartoe gekomen, Rocco? Wij zijn naar een grote caravanbeurs gegaan, waar onder andere deze prachtige hobby's allemaal staan. Dus die ongekendere, kijk in het kwart hoeveel mensen dat er zijn. Maar het is onze taak vandaag om dus de allerbeste types uit te zoeken. En dit is er één. Kunnen we er even in? Ik denk het wel. Ik denk het ook wel, ja. Dit is dus de hobby deluxe 63 UFE. Dit is echt een topmodel voor de Nederlandse markt. En dat komt eigenlijk omdat hij een totale lengte heeft van 6,62 meter. En dan heeft hij echt alle belangrijke items. Rocco, ik laat even aan jou zien. Daar zit in de populaire koelkast. Het is de grote koelkast die aan twee kanten open kan. Oh, dat is handig. Daar begint het mee. Hij heeft het Franse bed heel goed gesitueerd. Hij is namelijk aan deze kant gesitueerd. Dat betekent dat aan deze kant de toiletruimte zit. Dus de Tedford afvaltank gaat er niet aan de voortentzijde uit, maar naar de andere zijde. Oh ja. Dat is heel erg hygiënisch. Ja, dat is ook wel fijn, ja. Nou, die grote koelkast is gecombineerd met laders. Doe jij ze eens open, Rocco. Dat is allemaal het pushlock systeem. En volgens mij ook softclose. Ja, dit is zo'n mooie caravan. Deze heeft dus het nieuwe deluxe interieur. Cameraman, laat de YouTube-kijkers eens zien welke fantastische kleuren hier toegepast zijn. Hobby is natuurlijk wereldkampioen kastenbouw. Hobby heeft altijd de meeste kasten. Ik doe er eentje voor je open. Ze zijn allemaal gemonteerd op een aluminium strip. Dat betekent dat de schroeven die dus die kasten houvast moeten geven, heel momentvast zijn. En daardoor dus een leven lang meegaan. Die kasten blijven altijd kaarsrecht. Hobby heeft ook heel veel indirecte verlichting. Hangkast is toegepast. Kortom, dit is echt een topmodel. We hebben hem vandaag geselecteerd op de beurs Düsseldorf, model 2025 als Meerbeek topper. En we gaan hem aankleden als Meerbeek all-inclusief. Helemaal compleet. En daar weet Rocco alles van. Wat betekent eigenlijk Meerbeek all-inclusief? Dat betekent dat er dan een mooie Thule 63 luifel opkomt. Dat is een mooie luifel over de maximale breedte van de caravan. Er komt nog een handige 515 FL Enduro Mover onder. Dan kunt u met de afstandsbediening de caravan over de camping naar de plek toe rijden. En bij sommige modellen komt er ook nog een mooi fietsrek op, dat u twee fietsen mee kunt nemen. En voor 2025 hebben we nog een paar items die we echt gaan toevoegen. Hè? Want er is zoveel vraag naar. Wij gaan toepassen de dakairco. De dakairco kan gemonteerd worden in het dak van de caravan. Ja. Die moderne dakairco's die kunnen dus koelen en verwarmen. Zomer en winter ready. Je betekent dus elektrische verwarming. Ja. Hè? Er zit natuurlijk ook wel een gaskachel in. Ja. En waar ook steeds meer vraag naar is, en daar weet je alles van, want je hebt dit jaar wel een keer of 20 gemonteerd, is de autosteady. Kun je dat eens uitleggen? De potensystemen, ja, dat kan ik zeker. Als je dan op de afstandsbediening een paar knopjes indrukt en u wacht een aantal seconden, dan staat de caravan helemaal waterpas. En super vast, bijna even sterk als een huis. Weet je wat we gaan doen, Rocco? Het is vandaag zondag. Hè? Het is volgens mij de tweede of derde dag van de beurs. Ja. Dit is zo'n goed model, er lopen hier zoveel Duitsers rond. Ik ben een beetje bang dat die Duitsers die hele productie opkopen. Ja. Zullen we naar buiten lopen en gewoon de deur even dicht doen? Dan hopen we dat een paar Duitsers hem niet zien. Ja, dat gaan we doen. Dan kunnen we tenminste nog een paar reserveren voor de Nederlandse markt. Dit is trouwens wel die beroemde deur van de hobby. Hè? Daar zit een hele mooie afvalbak in. Er zit een mooi raampje in. Een mooie verduistering zit erin. We doen hem nog even dicht. Dan zien we dat hele mooie compacte model. Hij is dus 6,62 meter lang. Hij ziet er gewoon super uit. Rocco, hoeveel modellen denk je dat we daar komend jaar gaan van verkopen? Wat is jouw verwachting? Van deze? Ik denk alles wat we inkopen. Ja, dat denk ik ook, hè. Ik denk dat als je er 10 inkoopt, verkoop je er 10, maar... We gaan dadelijk naar de fabrieksdirecteur en kijken wat er mogelijk is. Maar deze komt in de collectie voor het nieuwe jaar, 2025. Rocco, bedankt voor de presentatie. Tot een showroom.